Hier tweepersoonsbed. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ga dit weekend overnachten in Winschoten in Hotel Nieuw Royal York. En ik neem jullie dit weekend gezellig mee op pad. En voordat we de video beginnen, doe alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En vergeet je ook niet om alvast te abonneren op mijn kanaal, zodat je als allereerste op de hoogte bent van alle nieuwe video's. En dat is helemaal gratis. Nou, ik ben lekker dik ingepakt, want het is ijskoud buiten. Het lijkt wel alsof ik op wintersport ben of zo. Dik ingepakt en ik heb wel een zonnebril op. Je ziet het ook al wel dat de zon echt super fel op mij schijnt. Maar we zijn in ieder geval onderweg naar Winschoten. Het hotel zelf heeft een parkeerplaats waar je gewoon gratis kan parkeren. Ik ga nu naar binnen. Als het goed is, is hier een ingang, denk ik, bij de parkeerplaats. We zijn inmiddels aangekomen in de hotelkamer. En ik zal eventjes een kleine roomtour doen en jullie de kamer laten zien. Nou, als je binnenkomt, dan heb je hier een gedeelte om je jas op te hangen. En ik zie hier nog een kast, ook met genoeg opbergruimte. En een ventilator staat er bovenop. Die zou ik nu wel niet nodig hebben, want het is ijskoud buiten. Maar handig voor in de zomer. Dan heb je hier een tafeltje om je koffer op te leggen. En dan kijken we naar deze kant en dan zit hier de badkamer. En er is best wel een grote wastafel. We hebben ook een kamer voor 3 personen gekregen. Dus vandaar dat er ook zoveel ruimte is. Dan liggen hier al de handdoeken klaar. Hier gewoon een lekker bad. Dus daar ga ik vanavond ook wel even gebruik van maken. En de douche. En dan zit hier nog het toilet. Gewoon een simpele badkamer waar alles in zit wat je nodig hebt. En dan gaan we hier verder. En dan zit hier nog een spiegel voor je outfit. Dus dat is ook wel handig. En dan heb je hier nog een best wel groot bureau met een mooie schilderij erop. En dan is hier nog een extra bed. En dan hier 2-persoonsbed. En er zijn nog 2 stoelen. Er zit zelfs een tv in de kamer. En een, wat is dit, een minibar? Maar dat was de hele kamer. Ik ga nu eventjes mijn jas uitdoen en alle spullen opbergen. En dan ga ik lekker shoppen in Winschoten. Nou, ik heb alle spullen gedumpt op de kamer eigenlijk. En nu ga ik even lekker shoppen en ik neem jullie gezellig mee. Nou, als je het hotel uitloopt, dan zie je eigenlijk gelijk het station. Dus dat is ook super handig als je met het OV komt. Dan stap je zo de bus of de trein uit en dan ben je eigenlijk al bij het hotel. En dan kan je daarna lekker Winschoten in. Nou, wij lopen nu naar de Lange Straat in Winschoten om te gaan shoppen. Op zaterdag heb je hier ook altijd een markt. Oh mijn god, ik heb Sinterklaas snoep gevonden.
Oh mijn god, er liggen nu al paasspullen in de winkel. Nou, we zijn weer terug in de hotelkamer van een dagje shoppen. En we gaan nu beneden in het restaurant eventjes wat eten. Ik ga me nu nog eventjes opfrissen en dan gaan we naar beneden om te eten. En dan ga ik jullie ook even laten zien wat ik ga eten. En ik heb heel wat gekocht, dus daarvoor neem ik eventjes een aparte shoplog op die je dan op mijn kanaal kan terugvinden. Ik vind deze placement echt super leuk, want het is marble. Nou, we hebben inmiddels de kaart gekregen en het is een beetje druk, dus ik weet niet of ik wel goed te horen ben. Nou, we hebben ons voorgerecht gekregen en we hebben allebei een broodplankje. Dus ik hoop dat we hierna nog honger hebben, want het is best wel veel. Dankjewel. Nou, ons hoofdgerecht is er inmiddels. Ik heb Victoria baars. En wat heb jij? Ik heb varkenshaas met champignonsaus. Varkenshaas met champignonsaus. En dan hebben we hier nog lekkere groentes en friet. We hebben allebei de Dam Blanche gekozen. Ja. Nou, ik heb echt heel erg lekker gegeten in het restaurant in het hotel. Het eten was super goed gekraaid, vriendelijk personeel, dus dat is zeker een aanrader. Nou, ik ben inmiddels weer op de hotelkamer. Ik heb nog even gezellig gepraat met wat mensen. Er kwam hier een groepje mensen overnachten met z'n allen. En dan kwamen nog wat mensen naar ons toe die even met ons hebben gepraat. Dus dat was ook wel gezellig. En de open haard stond lekker aan. Dus dat was echt super gezellig beneden nog. Maar nu ben ik weer in de hotelkamer. En misschien dat ik zo meteen nog iets ga drinken in Winschoten. Maar dan laat ik wel de camera hier voordat er iets mee gebeurt of zo. Dat is ook niet de bedoeling. En dan zie ik jullie morgenochtend bij het ontbijt weer. Tot morgen. Goedemorgen allemaal. Ik ben inmiddels weer wakker geworden in het hotel. En ik heb heerlijk geslapen. Ik ga nu even naar de ontbijtzaal. En ik ben benieuwd wat ze allemaal hebben. Dus ik neem jullie weer mee. I'm upset that I cannot fall in love. But I guess this avoids the stress of falling out of it. Are you tired of me? Ik heb lekker een wit broodje met chocoladepasta, want dat eet ik echt nooit, dus nu is de kans. En om het te compenseren heb ik een banaan en ik heb nog lekkere warme chocolademelk. Nou, ik heb super lekker ontbeten, alles zag er echt super netjes uit en ik ga nu weer terug naar de kamer, want ik ben buiten adem van de trap lopen. Goede conditie. Want we moeten nu gaan uitchecken. Dan wil ik ook alvast bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En als je ook wil overnachten
in Hotel New Royal York. Ik zet de gegevens even hieronder in de beschrijving, zodat je ook een kamer hier kan reserveren. En dan zie ik jullie graag weer bij een andere video. En oh ja, als je de shoplog van dit weekend nog wilt zien, dan moet je mijn kanaal even in de gaten houden.